Dagelijks gebeuren overal in Nederland ongelukken. Achter ieder ongeluk gaan verhalen schuil. Verhalen van mensen die elkaar veelal niet kenden, maar door een noodlottige confrontatie opeens veel met elkaar te maken kregen. De ongelukken zijn waar gebeurd, zorgvuldig gereconstrueerd, en de betrokkenen hebben zo mogelijk meegewerkt aan de reconstructie. Vooral om anderen te laten zien hoe een heleboel leed voorkomen had kunnen worden. De veiligheid in een fabriek of bedrijf is gebaat bij een goede communicatie op de werkvloer. Die communicatie verloopt niet altijd even gladjes. Er zijn wel eens momenten dat er iets misgaat. Bijvoorbeeld tijdens een haastklus. Hier in dit maïsverwerkingsbedrijf in Vlaardingen zijn op dit moment door tijdgebrek twee ploegen tegelijk aan het werk om een kapotte silo te repareren. De ene ploeg monteert een nieuwe machine, de andere ploeg is de boel elektrisch aan het aansluiten. Door wrijving onderling ontstaat er kortsluiting in de communicatie. Goed gedaan, jongetje. Ja. We moeten vaker samen klussen. Hier nog even. Buiten, mens. Dat is gewoon kortsluiting. Kan de beste overkomen. De beste? Waar is die dan? De beste? Het is alweer voor de bakker. Zeikert. Kijken. Lokken? Ja. Ik zou best eens naar het Bonaire van je willen. Moet je doen. Het is het mooiste eiland van de wereld. Maar dan vooral onder het water. Wat is er mis boven water? Niks. Ja, behalve dit soort dingen heb je dus voortdurend. Jongens, morgen moet er voor 12 uur een schip gelost worden. Nou en? Dat wordt dus overwerken. Wie zegt dat? Wie zegt dat? Deze meneer zegt dat. Sorry, maar ik heb al met de vriendin afgesproken. Nou, op mij wacht niemand. Dan ga je toch met mij en mijn vriendin mee? Oh ja, goed idee. Als ik jou was, zou ik wel een beetje aan mijn toekomst denken, jongeman. Dat doet me open wel. Wij zijn niet de koopkoppelmans. En trouwens, we zijn toch niet bij jou in dienst? Hé, daar was het weer voor vandaag. Ik dacht het niet. Hoezo? Morgen komt er een schip vol maïs binnen. Die moet hier verwerkt worden. Als het niet lukt, heb ik problemen. Ja. Als die twee elektriciens blijven om de boel aan te sluiten, dan kunnen we morgen toch gewoon draaien. Ja, hij wil wel, maar zij ligt dwars. Feministen. Kan me niet schelen hoe jij het flikt als je er maar voor zorgt dat de hele boel hier morgenochtend picobello draait. Ja? Oké. Nou. Ga jij maar rustig pitten. Hallo, chef. Hassan. Hey. De andere helft krijg je morgen, als alles klaar is. Tiet voor een pafje. Gezondheid. Heb je nog een tip voor me?
Ken je me weer? Niet als je over dat akkefietje door blijft, Zaneke. Kom op met je mazzel, man. Wie bent er morgen op Duindicht? Heb je nog steeds zwartwerkers in dienst? Kom je daar nou bij? En hij dan? Hassan. Hassan is een maatje van me. Ja. Hoe het met die maatjes van jou afloopt, dat kun je aan mij wel zien. Hm? Maar toch, dat was een ongeluk. Hier, schiet nou op. Ik heb niet de hele dag de tijd. Dan komt dan een ticket van Hassan aan mij. Waarom zou ik? Oh, heb je ook geen bijgeloof meer? Oké, maar wie wordt het nou morgen? Een ticket van 100 gulden voor mij en voor Hassan. Zweer het, op je moeders baarmoeder. Oké. Beloofd is beloofd. Iets buitenzorg. En mij niet steeds blijven verwijten dat jij te lang in die lastvlam bleef koekeloeren, hè, vriend? Ah, man. Sodemiet erop. Patser. Hey, blijven jullie niet om het af te maken? Maak je geen zorgen, Hassan. Die klus komt heus wel klaar. Hebben jullie nog lang werk? Wij wel, ja. Collega's. Morgen weer een dag. Je hebt makkelijk lullen, hè, met je MTS-diploma en je vaste baan. Kan je ook hebben, maar je moet nog zwart verdienen. Als er eentje is die zwart verdient, is hij het wel. Hé, even dimmen. Rot toch op, jij. Ga toch thuis breien, truttekop. Hé, maak je niet zo druk, zeg. Komt heus al voor de bakker, hoor. Rot jij maar op naar je eiland met je bakker. Als dat zou kunnen. Pieter Wijfie, hè? Klaas? Jongen, die hebt toch al lang een oogje op die kokosnoot. Dat zie je toch zo. Werden dat die twee morgen te laat zijn? Hé, waarom eet je altijd in hetzelfde restaurant? Het is Antilliaans. En ik ken de kokin heel goed. Hoe goed? Nou, ze zal me niet vergiftigen. Funchi jambo? Okra. Funchi ves? Nee, dat heb ik gisteren gehad. Hombo, bota fefelu, you. Wist wat ik hier kon vinden? Kan ik ook bestellen? Funchi ves? Funchi wat? Funchi ves. Vis. Oh, lijkt me lekker. Wat neem jij? Hetzelfde. Is het heet? Hoe het heet? Nee, is het heet? Is het heet? Gaat nog gaan. Ja, dit is mijn één Antilliaans eethuisje, Vlaardingen. Waar is je vriendin? Heb je mij niet genoeg? Hé, hey, jongen. Dat we er allemaal beter van mogen worden. Klootzak! Dat is een ticket van maar 3 gulden. Kijk jij het even. Hier, Hassan Tagan. Als die zwerver wint, winnen wij ook. Nee. Wat krijgen we nou? Zwervers brengen ongeluk, Jaak. Het is ook nooit goed met jullie, hè? Thank you.
Goed zo, zal hem lijken. Ja, zo. Ook tot morgen. Hé, Hassan, wacht eens even. Je had nog wat te goed van me. Kijk eens. Hé, hey, weet je nog? Hé, jongen. Wij gaan gouden tijden tegemoet. Nou, zorg jij maar eerst dat ik het ziekte- en ongevallenverzekering heb. Hè? Blijf jij nou maar gewoon lekker bij ome Sjaak. Hè? Dan kun je straks thuis een hele harem opkopen. Nou, een drie vrouw heb ik ook wel genoeg, hoor. Als het maar gel is, maar gel is. Inshallah, ja. Oké. Hé, kijk eens wat ik nog voor je heb. Ticket van Duindicht, Hassan. Mond dicht van jou zo laten zitten. Eerlijk verdiend. Hup. Tot morgen. Benji, we moeten opschieten. Ja, ja, kom maar aan. Ik wist niet dat je vrouw een kind hebt. Ze zijn een half jaar weg. Meer dan een half jaar. Het knapt netjes voor een man alleen. Vind je? Ja. Ja, werkster, hè? We hadden toch ook naar mij toe kunnen gaan? Hoop je dat ze terugkomt? Nee. Nou, ik mis die kleine wel. Heel erg. Gaan we? Ja, kom. Haas je vooral niet. Heb ik gelijk of heb ik gelijk? Toch niks beters te doen, hè? Is dat jouw probleem? Dacht het wel, hè? Hé, we hebben gisteren alles nagelopen. Was het toch in orde? Alleen het laatste stukje moet nog. Als iemand van jullie nu de silo ingaat, waarschuw dan even. Je hebt drogen in je kop, man. Als je nou iets vroeger naar bed zou gaan, dan zou je ze nog open kunnen houden ook. Gezellig, jongens. Neem nog een bakkie. Zeg, die planning die regel je verder maar met moeder Overstier. Als het zaakje maar voor de middag draait. Hm? Zal ik wel voor je innen. Dat is in orde. Dat is in orde, dat klopt. Zie je alleen nog de verbinding naar de defecte machine. Ja, let je wel een beetje op. Ja, baas. Och, doe niet zo lullig. Ik heb ook een houten kop. Gefeliciteerd. Er zijn er dan twee. Klaar. Dat is snel. Heel goed. Werken ze allemaal zo hard in Marokko? Turkije. Ja, dat zeg ik toch. Hé, hey, als ik later voor mezelf ga beginnen, hè, dan ga jij met me mee naar Amerika, gaan we voetbalstadions bouwen. Zeg trouwens maar tegen die twee kolojo's daar, dat ze met proefdraaien kunnen gaan beginnen. Ja? Oké. Buitenmens. Dat is gewoon kortsluiting. Kan de beste overkomen. De beste? Waar is die dan? De beste? Het is alweer voor de bakker. Zeikert.
eens kijken. Lokken? Ja. Ik zou best eens naar het Bonaire van je willen. Moet je doen. Het is het mooiste eiland van de wereld. Maar dan vooral onder het water. Wat is er mis boven water? Niks. Ja, behalve dit soort dingen heb je dus voortdurend. Jongens, morgen moet er voor 12 uur een schip gelost worden. Nou en? Dat wordt dus overwerken. Wie zegt dat? Wie zegt dat? Deze meneer zegt dat. Sorry, maar ik heb al met de vriendin afgesproken. Nou, op mij wacht niemand. Dan ga je toch met mij en mijn vriendin mee? Oh ja, goed idee. Als ik jou was, zou ik wel een beetje aan mijn toekomst denken, jongen dan. Dat doet me ook wel. Wij zijn niet de koopkoppelmans. En trouwens, we zijn toch niet bij jou in dienst? Hé, hey, daar was het weer voor vandaag. Ik dacht het niet. Hoezo? Morgen komt er een schip vol maaiers binnen. Die moet hier verwerkt worden. Als het niet lukt, heb ik problemen. Ja. Als die twee elektriciens blijven om de boel aan te sluiten, dan kunnen we morgen toch gewoon draaien. Ja, hij wil wel, maar zij ligt dwars. Feministen. Kan me niet schelen hoe jij het flikt als je er maar voor zorgt dat de hele boel hier morgenochtend picobello draait. Ja? Oké. Nou. Ja, maar rustig pitten. Hallo, chef. Hassan. Hey. De andere helft krijg je morgen. Ja. Ik zou best eens naar het Bonaire van je willen. Moet je doen. Het is het mooiste eiland van de wereld. Maar dan vooral onder het water. Wat is er mis boven water? Niks. Ja, behalve dit soort dingen heb je dus voortdurend. Jongens, morgen moet er voor 12 uur een schip gelost worden. Nou en? Dat wordt dus overwerken. Wie zegt dat? Wie zegt dat? Deze meneer zegt dat. Sorry, maar ik heb al met de vriendin afgesproken. Nou, op mij wacht niemand. Dan ga je toch met mij en mijn vriendin mee? Oh ja, goed idee. Als ik jou was, zou ik wel een beetje aan mijn toekomst denken, jongen dan. Dat doet me ook wel. Wij zijn niet de koopkoppelmans. En trouwens, we zijn toch niet bij jou in dienst? Hé, hey, daar was het weer voor vandaag. Ik dacht het niet. Hoezo? Morgen komt er een schip vol maaiers binnen. Die moet hier verwerkt worden. Als het niet lukt, heb ik problemen. Ja. Als die twee elektriciens blijven om de boel aan te sluiten, dan kunnen we morgen toch gewoon draaien. Ja, hij wil wel, maar zij ligt dwars. Feministen. Kan me niet schelen hoe jij het flikt als je er maar voor zorgt dat de hele boel hier morgenochtend picobello draait. Ja? Oké. Nou. Ja, maar rustig pitten. Hallo, chef. Hassan. Hey. Andere helft krijg je morgen, als alles klaar is. Tien voor een pafje. Gezondheid. Heb je nog een tip voor me? Ken je me weer? Niet als je over dat akkefietje door blijft, Zaneke. Nou, kom op met je mazzel, man. Wie bent er morgen op Duindicht? Heb je nog steeds zwartwerkers in dienst? Kom je daar nou bij? En hij dan? Hassan. Hassan is een maatje van me. Ja, ja. Hoe het met die maatjes van jou afloopt, dat kun je aan mij wel zien. Hm? Ja, maar toch, dat was een ongeluk. Hier, schiet nou op. Ik heb niet de hele dag de tijd. Dan komt dan een ticket van Hassan naar mij. Waarom zou ik? Oh, heb je ook geen bijgeloof meer? Oké. Maar wie wordt het nou morgen? Een ticket van 100 gulden voor mij en voor Hassan. Zweer het. Op je moeders baarmoeder. Oké. Beloofd is beloofd. Iets buitenzorg. En mij niet steeds blijven verwijten dat jij te lang in die lastvlam bleef koekeloeren, hè, vriend? Ah, man. Bakker, hoor. Rot jij maar op naar je eiland met je bakker. Als dat zou kunnen.
Pittig wijfje, hè, Klaas? Jongen, die heeft toch al lang een oogje op die kokosnoot. Dat zie je toch zo. Werden dat die twee morgen te laat zijn? Hey, waarom eet je altijd in hetzelfde restaurant? Het is Antilliaans. En ik ken de kokin heel goed. Hoe goed? Nou, ze zal me niet vergiftigen. Funchi jambo? Mm-mm, okra. Funchi ves? Nee, dat heb ik gisteren gehad. Hombo, bota fefelu, you. Wist wat ik hier kon vinden? Kan ik ook bestellen? Funchi ves? Funchi wat? Funchi ves. Oh, lijkt me lekker. Wat neem jij? Hetzelfde. Is het heet? Hoe het heet? Nee, is het heet? Is het heet? Gaat nogal. Ja, er is maar één Antilliaans eethuisje, Vlaardingen. Waar is je vriendin? Heb je erbij niet genoeg? Hé, hey, jongen. Dat we er allemaal beter van mogen worden. Klootzak! Dat is een ticket van maar 3 gulden. Kijk jij het even. Hier, Hassan, pak aan. Als die zwerver wint, winnen wij ook. Nee. Wat krijgen we nou? Zwervers brengen ongeluk, Jacques. Het is ook nooit goed met jullie, hè? Dagelijks gebeuren overal in Nederland ongelukken. Achter ieder ongeluk gaan verhalen schuil. Verhalen van mensen die elkaar veelal niet kenden, maar door een noodlottige confrontatie opeens veel met elkaar te maken kregen. De ongelukken zijn waar gebeurd, zorgvuldig gereconstrueerd en de betrokkenen hebben zo mogelijk meegewerkt aan de reconstructie. Vooral om anderen te laten zien hoe een heleboel leed voorkomen had kunnen worden. Veiligheid in een fabriek of bedrijf is gebaat bij een goede communicatie op de werkvloer. Die communicatie verloopt niet altijd even gladjes. Er zijn wel eens momenten dat er iets misgaat. Bijvoorbeeld tijdens een haastklus. Hier in dit maïsverwerkingsbedrijf in Vlaardingen zijn op dit moment door tijdgebrek 2 ploegen tegelijk aan het werk om een kapotte silo te repareren. De ene ploeg monteert een nieuwe machine, de andere ploeg is de boel elektrisch aan het aansluiten. Door wrijving onderling ontstaat er kortsluiting in de communicatie. Goed gedaan, jongetje. Ja, we moeten vaker samen klussen. Hier nog even.
Hé, krul ik op? Ga je lekker? Ja hoor, we gaan lekker. Hou jij dat buitenmens? Dat is gewoon kortsluiting. Kan de beste overkomen. De beste? Waar is die dan, de beste? Het is alweer voor de bakker. Zeikert. Kijken. Lokken? Ja,